Ja. Allemaal, leuk te kijken naar een nieuwe video. Ik was even aan het kijken waar mijn intro was van de verhuizing. Alleen, die is weg. Die staat niet met de camera. Dus vandaar dat ik het zo even doe. Vandaag heb ik een video voor jullie van de grote verhuizing. Dat is een beetje een hectische video, omdat we gewoon heel druk waren met van alles en nog wat. Dus ik zal niet te lang praten en heel veel kijkplezier. Nou, we gaan even door met de telefoon, want de vlogcamera is leeg. En Anna Roos is ook aangekomen. Hoi. En zij gaat alles vastleggen. Yep. Alweer. Zekers. Alles bij haar. Kijk, alles wordt zo kaal. De stallen liggen nog wel vol met vlas, maar dat halen we een andere keertje eruit. Want we hebben nog tijd, maar we wouden gewoon de paden weg hebben. En oh ja, de wc is nog wel een pruteltje. Maar voor de rest is bijna alles weg. Poetstasjes, poetsplaat, alles leeg. Solarium is weg. En volgens mij is deze stal ook leeg. Bijna. Bijna. Alleen een douche. Alleen nog een douche. Maar dat gaan wij niet doen. Laat aan de jongen erop. Ja. En Anja en Jegermeister worden zo ook opgehaald. Ja. Want Jegermeister springt van de wagen. Dus die gaat er niet meer op. Van de grote wagen. Alle paardjes hebben al een hals erom gedaan. Zodat ze zo direct in de wagen kunnen. Ik zal even kijken. De wagen is om 9 uur. Het is nu 7:45. Dus over 3 kwartiertjes hopen we beginnen te laden. En geen idee hoe lang dit gaat duren, maar dat zien we vanzelf wel. En en hun zijn bezig met de matten eruit te halen. En ik ben aan het toekijken, zoals altijd. Goed bezig, jongens. Ga me helpen. Kan niet, ik moet vloggen. Lekker man. Wij zijn de volt even aan het mesten. Even alles netjes eruit. Al bijna klaar, zoals jullie zien. Er moeten nog een paar plankjes worden gemaakt deze week. En dan is de volt helemaal netjes en afgesloten. Wij zijn begonnen aan de buitenkant van de volt om het hooi weg te schrapen. En Edo, Lucas, Emma en Lena, die gaan de matten in het wagentje doen. En Anna Roos komt ons helpen. En Kaden en Wende halen de paarden naar binnen die als eerst geladen moeten worden. Nou, de vrachtwagen staat er. We gaan onze paardjes vervoeren. We staan hier met z'n allen even als een muurtje, omdat we op de straat moeten lopen. Zweepjes spraken we natuurlijk nu niet, zoals jullie zien. Maar gewoon voor de zekerheid als ze daarheen willen rennen of daarheen willen rennen. Shana staat al klaar. En dit is de volgende die erop gaat.
al. Alle paardjes staan erin. En we gaan zo rijden. Nou, wij zitten nu achter Anne-Roos. En daarvoor rijdt Laura. En achter ons rijdt volgens mij de vrachtwagen. Denk ik. En wij gaan nu in de stal toe. Dan komen wij net wat eerder aan als hun. En dan... De paddokjes zijn ingedeeld. Het is nu bijna 10 uur. En ze liepen er echt... Dus ze zagen... Goed op. Ik ben super trots op ze. En we hebben natuurlijk best wel vaak geladen met ze en geoefend. En dat kun je wel zien, want ze waren echt heel braaf. Het duurde niet langer dan 2 minuten per paard. Ja. Sommige paarden gewoon zonder zo op. Erop. Dus wij gaan nu naar stal. Gaan we ze in de paddocks doen, want het idee was eigenlijk om ze niet in de paddocks te doen. Maar onze bijenvertraging opgelopen, dus we hebben allemaal kleine groepjes. We moeten maar heel even, niet ideaal, maar dan is het maar even zo. Maar dan gaan ze weer verder met de wei, dus we hebben best wel wat werk te doen. Ja. En dan einde van de week dan kunnen ze lekker met elkaar in de wei. Dus we zien jullie als we op stal zijn. Paardjes staan al in de binnenbak. Bonita is al aan het smikkelen van haar hooi. Ze zijn nog een beetje onrustig. Maar op zich gaat het wel. Ja. Kijk, dan gaan we nu even naar de paddocks. Hoe daar met de paardjes staat. Gaat alles rustig daar? Ja. Nou, de eerste paarden staan in de paddocks. Kijk, ze staan allemaal super rustig. Ze staan nu nog te grazen. Maar het idee is dus dat straks dat het gewoon alleen maar paddock wordt. Vandaar ook de hooibakken. Dropshot, Shana en Fiona. Ze gaan allemaal vliegenmasker op in de vliegendeken. Dan Red Bull en Uferno. Bandito en Boy. En hier staat nog geen... Jawel, hier staat Valentijn. En er komen straks nog veel meer paarden natuurlijk. De paddocks komen straks helemaal vol te staan. Alle paarden hebben gewoon een hooibak. Die wordt elke dag bijgevuld. Een elektrische waterbak. En dus nu zat er nog gras op. Maar we dachten, we laten het niet omploegen. Laat het mooi gras. En dan kunnen we gewoon zorgen dat het straks gewoon mooie zandpaddocks worden. Omdat niet iedereen natuurlijk op het gras mag. Maar hier zat nog zo weinig gras. Dan kan het wel. Iedereen zat gewoon lekker rustig te eten. Ik ben daar echt super blij mee. En ik ben benieuwd, we gaan de volgende paarden zo opladen en dan gaan we. Nou, wij zitten weer in de auto, want we zijn bijna weer op stal en de vliegtuig rijdt. Voor de tweede keer, dat hoor je natuurlijk niet door de wind, maar hij komt voor de tweede keer en je ziet hem daar.
En we zijn bijna op stal. Dan gaan we de volgende groep inladen. Nou, we zijn op stal. Wender is zo. En wij gaan de paarden laden. Weer. Wie noem je? Vrachtwagen gaat weer open. En Pepper en Roos staan al ervoor. Voetje voor voetje op de klep te doen. En nu staat alles erin en nu gaan we Jägermeister inladen. De laatste paarden staan erin. En wij gaan nu weer voorrijden. En dan gaan wij snel rijden. Nou, de laatste paarden. Ze begroeten ons al. Paardjes staan in hun paddocks. Het is niet ideaal, maar het moet maar even zo. We kunnen niks anders. We hebben de paarden die allemaal goed bij elkaar kunnen hierin gezet. Peach moet er nog bij. Dus het moet maar even zo. Nou, de tutjes zijn blij hoor. En als laatst gaan we Jägermeister doen. Oh, jammer. En mijn outro is ook weg. Dus vandaar ook een outro vanaf thuis. In ieder geval heel bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en nog een blauw duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei!